Oké, wij zijn nu bij het winkelcentrum Alexandrium. Ik ben Sophie Kara van Wijktijgers en hiernaast zit... Hallo, ik ben Eva de Lange. Okay. Ik ga u een vraag stellen. Wat gaat u doen met kerst? Wij gaan natuurlijk eten, gezellig, met de hele grote familie. En we doen ook surprises met kerst. Zoals veel mensen het met Sinterklaas surprises doen, doen wij het met kerst. Oké, en zou u willen zeggen wie getrokken heeft? Ik heb mijn moeder getrokken, de oma van iedereen. Wat voor surprise gaat u maken? Ik ga maken een duizendpoot met heel veel handjes eraan. Want ze heeft last van haar handen de laatste tijd. En ze wil altijd heel veel dingen doen voor iedereen. En hij heeft zo'n pijn aan de hand, kan ze niet goed meer helpen. Dus als hij een duizendpoot is met duizend handjes, dan kan ze hopelijk weer iedereen helpen. Hallo, ik ben Emma van de Wijktijgers. Ik wil mensen interviewen op straat. Hallo, wie bent u? Ik ben Luc van Melst. Okay. Wat gaat u met kerst doen? Ik ga op kerstavond met mijn familie, met mijn vader en mijn stiefmoeder kerst vieren. En dan doen we cadeautjes en lekker eten, kerstdiner. En tweede kerstdag ben ik bij de vader van mijn vriendin. En dan gaan wij hetzelfde doen, ook lekker eten en cadeautjes. Hallo, ik ben Emma van de Wijktijgers. Hoe heet u? Ik ben Luc Geefarts. Wat gaat u met kerstmis doen? Met kerstmis? De eerste dag ga ik eten met mijn ouders en mijn vriendin en de ouders van mijn vriendin. En de tweede dag ga ik met mijn vriendin wat gezelligs doen. Weet u ook al wat voor leuks u gaat doen? Daar zijn we nog niet helemaal uit. Waarschijnlijk... Een bioscoop of een museum of misschien wel de dierentuin en daarna gewoon lekker uit. Oké, gaat u ook nog wat met oud en nieuw doen? Ja, met oud en nieuw doen we altijd hetzelfde. We hebben, zeg maar, overdag ga ik naar mijn ouders toe en 's avonds heb ik afgesproken met vrienden. Heeft u nog goede voornemen voor mijn 2012? Eigenlijk niet. Misschien een goed voornemen. Misschien iets meer tijd maken voor... vrienden en dergelijke. Ja. Het enige goede voornemen dat ik heb is dat ik niet meer aan goede voornemens doe, want ze komen nooit uit. Mijn goede voornemen is meer sporten. Meer sporten. En waarom meer sporten? Ik ben de laatste tijd nogal lui en dan neem ik gauw de auto. Oké, dit was interview. Bedankt voor het interview.